Het is 1 juli 2021 en ik sta in het Te Boelaar Park Antwerpen. Gisteren heb ik al een vlog opgenomen, maar ik voel toch de behoefte om er nu nog eentje te maken. Die van gisteren was eigenlijk voor mezelf, om te checken of wat ik nu denk, of dat ook eigenlijk allemaal klopt, ook nog over een jaar. Goeiedag. En ja, een lieve aardige meneer hier die het park onderhoudt. En vandaag wil ik er eigenlijk, komen het ideeën op, wil ik daar gelijk eigenlijk nog een vervolg aan geven. Gisteren in Park Boekenberg, nu Te Boelaar. Voor later ook misschien wel leuk om dit nog eens terug te kijken. Ja, het is nooit leuk als je in een eindtijd leeft. En dat besef, dat heb ik al eigenlijk al een hele tijd. Al jaren dat dit een tijd is die eindig is. De tijd waarin we geleefd hebben. Maar dat is altijd moeilijk, want dingen verdwijnen waar je gewend bent. En daar zijn mensen nou niet zo, zo blij mee. We liefst houden wat we altijd al hadden. Maar dat gaat nu helemaal niet. En zeker in de eindtijd niet. Want dan word je door elkaar geschud. Dan word je weer helemaal opnieuw uitgedaagd om aan de nieuwe tijd te gaan beginnen. En dat is eigenlijk waar ik het nu over wil hebben. Hoe begin je dan aan een nieuwe tijd? Want wat er nu aan de hand is, is dat als je veel naar televisie kijkt, word je overspoeld met allemaal onzin. En allemaal zware dingen door de media. Daar word je niet echt vrolijk van. Als je alternatieve media opzoekt, gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Want je krijgt allemaal van die negatieve boodschappen, wat er allemaal niet aan de hand is. Hoe slecht het nou eigenlijk met, met alles is. En dat je er eigenlijk niet zoveel aan kunt doen. Dat gevoel krijg je ook. Dus er ontstaat eigenlijk een soort algeheel gevoel bij mensen van, wat moet ik nou? Moet ik nou met het leven? Het leven is niet leuk meer. Wat kan ik er nou aan doen? Ik kan helemaal niks aan doen. Machteloosheid. Alle dingen waar je op gesteld was, die verdwijnen. Zeker door die corona, wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gehad, is dat er een enorme stroomversnelling gekomen. En we krijgen het ook nooit meer terug, wat we daarvoor hadden. Terwijl heel veel mensen dat misschien nog denken, zich daardoor laten vaccineren met een genetische manipulatie van je DNA. Je wordt ook nooit meer hetzelfde. Als je dat hebt gedaan. En de effecten daarvan zijn nu nog niet zo zichtbaar, maar die zullen zeker komende maanden, komende jaren heel duidelijk worden. En zal ook een enorme boosheid en verdriet met zich meebrengen. Hoe moeten we nu verder? En eigenlijk is het niet zo heel moeilijk als je er gewoon op een simpele manier van nadenkt. En dat doe ik eigenlijk graag. Gewoon het even downgraden, zoals ik het noem. Even weer terug naar de basis. De eindtijd is niks anders eigenlijk als het begin van een begintijd. Want je moet dingen loslaten. Dus hoe sneller je in staat bent om die eindtijd los te laten en je te gaan focussen en omschakelen op de begintijd, op de nieuwe tijd die gaat komen, hoe makkelijker het voor je wordt. Persoonlijk word ik er ook in uitgedaagd. Ik ga straks naar Peru. Over 2 maanden moet ik echt alles van mijn oude leven loslaten. En dat is eigenlijk een mooie metafoor voor wat eigenlijk iedereen doormaakt in het proces. Bij mij gaat het versneld, bij Erik gaat het versneld. Maar je moet, wordt gedwongen je oude dingen los te laten. Je oude leven, je oude manier van doen. Maar er komt iets nieuws voor in de plaats. En daar zit hem nu eigenlijk de crux van het hele verhaal. Want ga je energie nou niet verspillen aan het vasthouden van iets wat voorbij gaat, of wat er niet meer is. Als je dat doet, word je moe, word je depressief, ga je niet lekker voelen, ben je manipuleerbaar. En voor anderen die het wel weten, want dat is wat er nu in de hand is, dan gaan mensen jou vertellen, net zoals ze dat altijd hebben gedaan, wat goed voor je is, wat je moet gaan doen, wat het beste is. En dan word je dus iets weer opgedrongen, een begintijd opgedrongen, die misschien helemaal voor jou niet zo interessant is op die manier. Want de uitdaging is, ga zelf vorm geven, alvast in je hoofd, maar later ook misschien in de realiteit, hoe jouw begintijd eruit ziet. Wat wil je dat het nieuwe leven gaat brengen? Hoe gaat het nieuwe leven voor jou uitzien?
En in de tijd die er nu in de gang is, waarbij we geconfronteerd worden met een enorme krachten die de samenleving splijten, gevaccineerd, niet gevaccineerd, wapjes tegen believers, hoe je het ook allemaal kan noemen. Je ziet bijvoorbeeld Black Lives Matter, ras tegen ras, geloof tegen geloof. Een tijdje in de gang en we trappen er allemaal steeds weer in. En we worden gemanipuleerd erin, hou er alsjeblieft mee op. De oplossing ligt in dat we samen zijn. Wat in boeddhisme al jaren, duizenden jaren al gezegd wordt. Wat je jezelf aandoet, doe je ook de ander aan. Wat in feite correct is. Maar goed, dan moet je wat verder in deze materie verdiepen. Maar als je ervan uitgaat dat wat je jezelf, wat je de ander aandoet, ook jezelf aandoet. Als je dat als uitgangspunt neemt, ook in deze tijd. Dan kan je een heel ander perspectief alles aanschouwen. Want het belangrijkste wordt dat we elkaar vasthouden. Dat we ons verbinden. Het wordt niet de tijd van de digitalisering, maar het wordt de tijd van het hart. En we moeten de weg van het hart gaan volgen. Alleen, van buitenaf worden we er afgetrokken. Maar mijn uitdaging voor iedereen is die het ziet. Ga eens in je hart, ga eens voelen. Ga eens voelen wat je wil. Ga eens voelen wie je bent. Wie je werkelijk bent als mens. En laat je niet afleiden door alle externe impulsen die op je losgelaten worden. En dat betekent het mededogen. Mededogen is belangrijk als een cement van de samenleving. En wil ik zeggen tegen de mensen die zich gevaccineerd zijn. Kijk met mededogen naar de wappies zoals ik. Die misschien een andere mening hebben. Maar diep in hun hart een goede bedoeling hebben. En ik wil tegen de wappies zeggen. Dus ook tegen mezelf. Kijk met mededogen naar de mensen die zich hebben laten vaccineren. En wees niet twee partijen tegenover elkaar staan, maar wees samen. Want we hebben elkaar straks hard nodig. En als mensen erachter komen dat ze bedrogen zijn met vaccinaties, dat helemaal niet helpt, of zelfs misschien erger nog, dat ze er ziek van worden, of verminderde weerstand gaan krijgen, zorg dat je voor elkaar er bent. Zorg ervoor dat je elkaar opvangt. Nou, dat is wel eigenlijk de kern van mijn verhaal van vandaag. Laat je niet uit elkaar spelen. Wees gewoon samen één geheel, in liefde, met het hart. En mocht je jezelf kwijtraken, zowel voor mensen die gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd zijn, zoek de natuur op, om je heen. Kijk wat de natuur is, oordeelvrij. Altijd in verbinding met de rest van de natuur. Ik vind het prachtig, maar zoek de natuur op. Ook als je merkt dat je vaccinatie misschien iets met je doet, iets met je lichaam heeft gedaan, dat je gezondheid is aangetast, zodat het moeilijker wordt verbinding met jezelf te vinden. Zoek verbinding met de natuur. Ga echt voelen, letterlijk voelen. Ga ervaren wat je ruikt, wat je hoort, wat je ziet, wat je voelt, misschien wat je proeft in de natuur. Ik ga nu ook even, om dat echt zelf goed te doen, even van het pad af bijvoorbeeld. Raak bomen aan, ruik aan planten. Dan kom je weer terug in de gevoelswereld. En dat is belangrijk. En dan kan je ook via dat weer jezelf gaan voelen, want dat blijft belangrijk. Altijd weer terug naar jezelf. Probeer jezelf steeds weer te voelen. In contact blijven en vanuit dat gevoel maken we ook contact met de ander. Met alles om ons heen. Met de natuur, met de dieren. En check voor jezelf eens. Als je dingen ziet waar je denkt van, ja, hoe kan het nou? Of is dit wel goed? Denk het niet, maar voel het gewoon. Voel of de bio-industrie goed is. Voel of bespoten eten goed voor je is. Voel of drank goed voor je is. Maar voel het en neem je bewust je beslissing. En blijf dicht bij jezelf. En van daaruit kom ook dicht bij de ander. Dat is eigenlijk mijn boodschap voor vandaag. En het lijkt me wel leuk om deze serie met Bart op pad te noemen. Misschien maak ik er nog wel zo een vlog. Het ruikt wel een beetje, het sproeft wel een beetje naar meer. Ik krijg ook steeds meer interessante paden hier te zien. Naar het gevoel, naar de natuur. En ik ga hier op deze mooie open plek tussen die gigantische bomen. Ik zal hier straks nog even een 360 graden rondje maken. Zelf in praktijk brengen. Voelen wat dit, wow. Voelen wat dit met je doet, wat dit met mij doet in dit geval. En ik, als ik dat nu doe,
dan krijg ik hier heel erg veel respect voor die grote bomen die hier misschien al honderden jaren staan. Ik krijg respect voor de vogels die altijd maar weer een mooie lied fluiten. Geur van bos, van drinkt op me door. Ik kan alles loslaten. Zoek de natuur op. Blijf bij jezelf. En verbind je met mededogen met anderen. Namaste.